Welkom bij de kennisclip over radartrekcontrole. In deze kennisclip wordt radartrekcontrole met behulp van parallelindexlijnen behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid en integriteit van deze trekcontrole methode. De bedoeling van trekcontrole is dat de head of the watch in één oogopslag ziet of het schip zich op de geplande koerslijn bevindt en, als dit niet het geval is, aan welke zijde van de koerslijn het schip zich dan bevindt. Bij de radar ingesteld op de Relative Motion beeldpresentatie wordt de zogenaamde parallelindexmethode gebruikt voor de trekcontrole. Parallel staat op het feit dat in de radar een lijn getekend wordt die parallel loopt aan de geplande grondkoers. Stel dat op de Relative Motion Centered beeldpresentatie een aardvast punt gevolgd wordt. Het punt passeert aan stuurboordzijde van het eigen schip. Na het markeren van de posities op het radarscherm op drie verschillende tijdstippen wordt de vector van de relatieve beweging van het punt XI getekend. De lengte van de vector XI is een maat voor de grondvaart en de richting is de grondkoers ten opzichte van het kompas noorden plus of min 180 graden. Deze 180 graden is nodig omdat het vaste punt relatief ten opzichte van het schip beweegt. Is de grondkoers van het schip dus bijvoorbeeld 40 graden, dan beweegt het vaste punt schijnbaar in de richting van 220 graden. De conclusie is dat de beweging van een vast punt op het radarscherm bij relative motion een indicatie geeft over de grondkoers en grondvaart van het eigen schip. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor de trekcontrole. Stel dat de gewenste grondkoers gelijk is aan 60 graden. Verder is nog gegeven dat de kompascorrectie gelijk is aan plus 1. Daaruit volgt dat de grondkoers volgens het gyrokompas gelijk is aan 59 graden. De koerslijn is zodanig getrokken dat een baken op een halve mijl aan bakboordzijde gepasseerd wordt. Deze passeerafstand, ook wel dwarsafstand genoemd, moet dus eerst in de kaart opgemeten worden. Op het radarscherm wordt vervolgens elektronisch aan bakboordzijde een lijn getrokken op een afstand van een halve mijl van het middelpunt. De richting van de rechte lijn is gelijk aan 180 plus 59 is 239 graden, al kan het zijn dat op een bepaalde radar ook gewoon de richting 59 graden aangehouden kan worden. Deze lijn wordt de parallel indexlijn of PI-lijn genoemd. Voor het tekenen van de lijnen hoeft het baken nog niet op het scherm te zien te zijn. Hoe de lijn precies getekend moet worden is afhankelijk van het type radar. Wordt de echo van het baken zichtbaar op het scherm en beweegt deze echo langs de PI-lijn, dan betekent dit dat het schip de grondkoerslijn in de kaart volgt. Ligt de echo niet op de PI-lijn, dan bevindt het schip zich niet op trek. In dit geval zit het baken te ver aan bakboord en bevindt het schip zich aan stuurboordzijde van de trek. Het schip moet dus bakboord uit om terug te komen op trek. Zit het schip niet op trek, dan geldt dat zodanig van koers veranderd dient te worden dat de PI-lijn naar het PI-punt gebracht moet worden. Stel nu dat de volgende koerslijn een richting van 30 graden heeft en dat de dwarsafstand tot hetzelfde baken 0,9 nautical mile is. Het wheelover point ligt 0,2 nautical mile voor het waypoint. De wheeloverlijn ligt natuurlijk evenwijdig aan de nieuwe trek van 30 graden. De beide PI-lijnen worden zo op het radarscherm getekend. 0,2 nautical mile voor het snijpunt van de beide PI-lijnen kan een lijntje getekend worden dat evenwijdig ligt aan de tweede PI-lijn. Dit is de wheeloverlijn. Als de echo zich op de wheeloverlijn bevindt, moet de navigator koers veranderen naar de nieuwe koers. Als dit goed uitgevoerd wordt, bevindt de echo zich na de koersverandering weer op de PI-lijn. Als PI-punt wordt bij voorkeur een radarkenbaar punt genomen, zoals een baken, een havenhoofd of een scherpe landpunt. Betonningsvoorwerpen vallen daar in principe niet onder, omdat de positie kan variëren bij stroom en het niet altijd zeker hoeft te zijn of ze op hun in de zeekaart aangegeven positie liggen. Is er echter geen ander punt beschikbaar, dan is het te overwegen om een boei toch te gebruiken. Er moet dan wel geprobeerd worden vast te stellen of de boei in positie ligt. Stel dat de haven van Nijmuiden
via de trek met een richting van 99 graden wordt aangelopen. Vanwege de afmetingen van het schip is het niet noodzakelijk om de trek in de lichtlijn te leggen. Deze wordt zo vrijgehouden voor de grotere scheepvaart en ook is de kans op conflicten met de uitgaande scheepvaart zo klein. Als PI-punt wordt het zuidelijke havenhoofd genomen. Let op, niet het licht op het havenhoofd wordt genomen, maar het havenhoofd zelf. Het licht verschijnt immers niet op de radar. De dwarsafstand tussen het havenhoofd en de trek blijkt 0,15 nautische mijl te zijn. Dit is de PI-afstand die in de radar gezet moet worden. Op het radarscherm wordt nu de afstand van 0,15 nautische mijl ingesteld en wordt een lijn getekend in de richting van 101 graden. Dit is de parallelindexlijn. De richting van 101 graden is weer gelijk aan de grondkoers volgens het kompas, omdat de kompascorrectie gelijk is aan min 2 graden. Zoals in de kennisclip over het werkingsprincipe van radar is behandeld, worden objecten vervormd weergegeven op het radarscherm vanwege de pulslengte en de horizontale bundelhoek. Dit wordt in het blauw weergegeven. De vervorming is in de aanloop niet constant en het is dan maar de vraag waar zich nu het echte uiteinde van de pier van de Muiden bevindt en wat de radardwarsafstand moet zijn als de werkelijke dwarsafstand 0,15 nautische mijl is. Op het moment dat het schip zich dwars van de pier bevindt, komt de voorkant van de echo echter wel het best overeen met de werkelijke positie van de pier. In de metingen van de peiling en afstand van de radar zitten toevallige fouten en daarmee ook in de trekcontrole met de parallelindexmethode. De grootte van de 95% nauwkeurigheid ligt tussen deze twee waarden. De kleinste waarde geldt op het moment dat het PI-punt zich dwars van het schip bevindt en het punt dus het dichtstbij ligt. De bovengrens geldt voor de situatie dat het PI-punt zich op de rand van het radarscherm bevindt. Deze formules gelden tot een bereik van 6 nautische. De 95% nauwkeurigheid geldt overigens ook weer in een richting dwars op de trek. In deze grafiek staat de minimale en de maximale waarde van de 95% nauwkeurigheid van de parallelindexmethode als functie van het ingestelde bereik van de radar. Stel dat het schip zich in de aanloop van de Muiden ter hoogte van het gele baken bevindt en dat de radar op het 1,5 mijl bereik staat. Dan ligt de 95% nauwkeurigheid tussen de 106 en 157 meter. Zou de trekcontrole plaatsvinden op het 0,75 nautische mijl bereik, dan ligt de nauwkeurigheid tussen de 100 en 116 meter. De conclusie is dat hoe kleiner het ingestelde bereik is, hoe nauwkeuriger de methode is. Op een bepaald bereik wordt de beste nauwkeurigheid verkregen als het PI-punt zich dwars op bevindt. Bij de aanloop van een haven is het dus gunstig om de havenhoofden als PI-punt te nemen. Bij de integriteit gaat het erom in welke mate blunders in de meting gedetecteerd kunnen worden. Bij de parallelindexmethode kan gedacht worden aan het verkeerd opmeten van de dwarsafstand in de zeekaart, het verkeerd in de radar zetten van de PI-lijn en het kiezen van het verkeerde punt op het radarbeeld waarmee de trekcontrole uitgevoerd wordt. Indien maar één methode gebruikt wordt, dan is de integriteit slecht. Er is namelijk geen enkele controle op blunders. Door weer meerdere onafhankelijke systemen naast elkaar te gebruiken, kan blundercontrole toegepast worden. Als je visueel ziet dat het schip in de lichtlijn zit en de PI-methode geeft aan dat we een halve mijl rechts van trek zitten, dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de parallelindexmethode. Daarnaast kan natuurlijk ook de GPS-positie in de ECTIS als controlemiddel gebruikt worden. En met de trekcontrolemethode kan de GPS-positie ook weer gecontroleerd worden. In de tijd van de papieren zeekaart werd de parallelindexmethode intensief gebruikt om direct te zien of het schip zich op trek bevond of niet. Daarnaast was het ook een goede methode voor de controle voor de positie die in de zeekaart geplot werd. Indien gebruik gemaakt wordt van ECDIS, dan ziet de navigator ook in één oogopslag waar het schip zich bevindt ten opzichte van de trek. Nu is het belangrijk dat de navigator er zeker van is dat deze ECDIS-positie ook klopt. Deze controle kan onder andere uitgevoerd worden door gebruik te maken van radaroverlay. Zolang de echo's van kenbare punten over de kaartobjecten vallen, is de ECDIS-positie correct. Natuurlijk kunnen op de radar nog steeds PI-lijnen gebruikt worden.
zeker in het geval dat de radaroverlay niet overeenkomt met het radarbeeld, bijvoorbeeld door een offset in de GPS-positie. Het is dan ook zeker aan te raden deze methode te blijven gebruiken in de aanloop van een haven. En hiermee eindigt de kennisclip over radartrekcontrole. In deze kennisclip is de parallel-index-methode behandeld, ook is ingegaan op de nauwkeurigheid en integriteit van deze methode.